bij de wedstrijd tussen SV Flora en het team van Voorwaarts. En dan gaat nu het fluitsignaal van scheidsrechter Blinker. En meteen een lange... En dat was een hele goede kans voor Joel Pengel. Altaar in... En daar kwam die vrije trap! In tweede instantie Elskam. Die speelt. Maar hier een kans voor. En dat kan een rode kaart betekenen voor Elskam. Hij was inderdaad de laatste man. Speelde voor hem een beetje niet in zijn buurt. En hij bracht Petrucci dus ten val. Flora zei aangemaakt om het ietsje rustiger te doen. En dat schot. Laatste goal. Dan stuit ze op die verdediging van Fori. En dan die loppaas. Maar gefloten door scheidsrechter Blinker. Ja, en hoofdcoach Olstam die maakt zich inderdaad kwaad. Petrucci. Dit is een kans voor. En door Heijen zelf het doel ingeslagen. We kijken weer naar de herhaling. Heel goed voorgetrokken. Een misser van Heijen. Habo. Die plaatst hem dus in het verlaten doel. Brengt hij de stand dus op 1 voor Fori. 1 voor Flora. Maar daarmee is de honger nog niet gestild. De ingevallen speler. Heel goed gedaan naar Gesius. Gesius brengt hem. En hier een kans voor Lijon weer. En dit is dus het laatste fluitsignaal.